Voilà, dag iedereen. Hier zijn we weer al op dag 35. Veel licht en liefde gewenst aan iedereen, zoals gewoonlijk. Gisteren ben ik er een beetje overgegaan op een video. Dit was een artiest waar ik niet over kon stoppen met praten, dus het is wat les. Vandaag ga ik proberen compacter en korter te houden. Een band waar eigenlijk ook heel veel over te vertellen valt, maar ik denk dat de meesten wel op de hoogte zijn van deze band. Natuurlijk de Beatles. Er valt natuurlijk heel veel over te zeggen, maar de Beatles is natuurlijk een van de grootste en succesvolle poprockgroepen ooit. Die eigenlijk het hele muzikaal landschap hebben veranderd. Die de geschiedenis van de rock en roll hebben veranderd. Ze hebben albums uitgebracht ongeveer van tussen 1960 tot 1970. Waarvan ze een hele tijd ook geen live optredens meer hebben gegeven, omdat Beatlemania gewoon te gek was. Mensen kennen Beatlemania wel. Tot vrouwen in zwijm vielen. Tot het gewoon nummer. Dat was gewoon zo een gegeven, een fenomeen, de Beatles. Tot die mensen denken van. Tot ze tijdens hun optreden zelfs dachten van. We kunnen dan zeggen zelfs nummer horen spelen door het gekrijs van al die mensen. En dan moesten ze zelfs in panzerwagens achterin geladen worden om terug weg te geraken. Zo'n crazy shit maakte die mannetjes mee op een 21, 22 jaar. En jongeren misschien zelfs ook nog. Dus op een gegeven moment hebben ze besloten gewoon enkel nog studioalbums te maken. Geen live optredens meer te doen. Maar op dat moment waren ze zo established tot dat dus kon. Dat ze heel veel creatieve vrijheid hadden in de studio ook. Eigenlijk konden de Beatles op dat punt eigenlijk bijna doen wat ze wouden zo. Ze hadden een eigen recording ding, Apple Studios. Dus ze konden zo wat eigenlijk doen wat ze wouden. Wat tot heel experimentele, speciale, baanbrekende albums heeft geleid in hun carrière natuurlijk. Zoals Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wordt zo wat het eerste ware progressive rock album genoemd. En ik snap waarom. De orchestratie in dat album, het concept rond de nummers, hoe alles in elkaar zit, de harmonieën. Het is een heel vooruitstrevend album geweest. Dit zijn mijn lievelingsalbums. De heel beginperiode van de Beatles ben ik niet echt heel fel mee. Meer de periodes naar midden jaren 60, zal ik zeggen eigenlijk. Tot 1970. Dit album is The Beatles for Sale, vind ik wel nog een heel goed album. Maar dat kondigt zoiets aan voor mij, een shift in de Beatles. Kondigt het album voor mij persoonlijk aan. Maar hierna vertrek ik pas echt. Vanaf hier vind ik het ongelooflijke albums. Dus je hebt Rubber Soul, Revolver, wat ook een prachtig album is. Heel psychedelic. Heel veel Oosterse invloeden, wordt sitar opgespeeld door George Harrison. Voor mensen die het niet weten, de Beatles zijn John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison. En je zou kunnen zeggen dat George Martin misschien de vijfde Beatles zou zijn, omdat die ook wel heel veel invloed heeft gehad op de sound van de Beatles ook, en op de productie van de Beatles, en ook eigenlijk heel vaak instond voor de orchestrale arrangement. Dus die heeft eigenlijk toch wel heel veel invloed gehad op die latere, grotere, meer orchestrale alles in de Beatles heeft George Martin heel veel invloed gehad. Dus die zou ik zelf, als je over de vijfde Beatles kunt spreken, zou ik dat hem noemen. Nu, de Beatles heeft nog een geschiedenis. Vroeger was Ringo Starr niet de drummer, maar Pete Best en zo verder, maar ik ga daar allemaal niet op in. Voor mij zijn de Beatles dus die vier leden. Dus de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dan de Magical Mystery Tour en toen ze in de top van een echt typisch Summer of Love album hoog vliegen, zoals ik het zou zeggen. Psychedelica is heel veel aanwezig, maar alles is een feest, alles is magic, alles is over de top en heel zweverig. Maar een heel goed album. Strawberry Fields Forever staat er bijvoorbeeld op. Prachtig nummer. Dan natuurlijk de White Album. En dan kom ik aan het, de White Album, mensen kennen de White Album, dat is ook een prachtig album, er staan steengoede nummers op natuurlijk. En dan het nummer wat mijn lievelingsalbum van de Beatles is, uit ze allemaal, is het album
Abbey Road. Met de heel bekende hoes, waar de vier Beatles over het zebrapad wandelen richting de opnamestudio, Abbey Road. Het album is van 1969. Nu, dit is het laatste album wat ze hebben opgenomen, voordat de Beatles gesplit zijn geweest. Dat is niet het laatste album wat uitgebracht is. Het laatste album wat uitgebracht is, is Let It Be. Deze is later uitgekomen, maar eerder opgenomen. Dus dit is het laatste album wat ze op hebben genomen. Hier staan prachtige, prachtige nummers op. Ongelofelijke nummers. Ik weet zelfs niet waar ik moet beginnen, maar ik kan de nummers overlopen. Come Together. Prachtig nummer. Come Together, die intro is legendarisch. De bas en de drum intro, Ringo Starr en Paul McCartney, die... Prachtig. En Paul McCartney's baswerk vind ik ook fenomenaal op dit album eigenlijk. Prachtig nummer, ook vocaal, de harmonieën wat die mensen met hun vier konden doen en die stemmen wat die hebben, is ongelooflijk. De Beatles was echt wel een supergroepje eigenlijk. Maar dus het nummer Come Together, dan het nummer Something, een soort liefdeslied of een liefdesballade van, geschreven door George Harrison. George Harrison is altijd een van mijn favoriete Beatles geweest. Hij heeft niet zo heel veel, hij heeft veel nummers geschreven voor de Beatles, maar hij werd altijd een beetje vergeten tegenover Paul McCartney en John Lennon. Want dat was natuurlijk, Lennon en McCartney waren de grote songwriters van de jaren 60 zo. En George Harrison heeft ook al veel nummers geschreven voor de Beatles, maar daar is altijd een beetje op de achtergrond beland. Maar ik vind George Harrison is een van mijn favoriete Beatles. Nummer Something is een heel mooi nummer. Dan Maxwell Silverhammer. Oh Darling, prachtig nummer. Dan heb je Ringo Starr's moment om even te shinen op dit album met Octopus Garden. Octopus's Garden. Een heel flauw kinderlijk liedje, maar eigenlijk vind ik dat een heel fijn nummer. Als dat hier opstaat terwijl ik aan het koken ben aan Octopus's Garden. Ik ben mee, ik vind het echt een heel goed nummer. Dan voor mij het beste nummer, van de Beatles. I Want You. Wat overloopt in She's So Heavy. Ofwel, heet het nummer I Want You tussen haakjes, She's So Heavy. Ik vind dat een ongelooflijk, ongelooflijk nummer. Hoe dat nummer gewoon in compositie in elkaar zit. Qua tekst is daar eigenlijk niet veel aan, maar dat maakt het juist heel chic. Dus dit is geen heel uitgebreide tekst. Het is gewoon de hele tijd hetzelfde wat herhaald wordt. I Want You. Maar hoe die vocale dingen gedaan zijn daarin, is ongelooflijk hoe die bas en die drum op elkaar intikt, hoe die gitaar klinkt, dus de solo op een gegeven moment hierin, prachtig. En op een gegeven moment duikt dat nummer echt naar beneden en gaat dat in een soort break, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, ja, in een soort break met She's So Heavy. Prachtig, prachtige, prachtige productie, ongelooflijk gespeeld, heel, heel vet nummer. Voor mij is het zelfs een voorbode voor heel veel metal dingen. Er is helemaal geen metal of metal productie, maar hoe dat nummer zakt. Ik kan me inbeelden als je dat volle bak in distortion vlamt, zit je zowat in metal. Nu hier totaal niet, dit heeft echt die 60s vibe, maar ik probeer hier iets uit te leggen, maar ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar als je dat nummer luistert, snap je misschien wat ik bedoel. Ik wil zeker niet zeggen dat de Beatles heavy metal hebben uitgevonden of zo, absoluut niet. Maar dat nummer heeft iets van die sfeer, dat is vrij zwaar. Die bas is zo traag en gestaag. Dun, 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 dun. Dat is en toch wel dik, een dik nummer. Heel, heel vet nummer. Dan zitten we op side 2, met weer een nummer van Harrison. Harrison heeft hier echt wel een van zijn beste nummers op dit album van de Beatles. Here Comes the Sun. Ongelooflijk nummer. Ik moet gewoon slechtgezind zijn s'morgens en denken van fuck, ik wil niet aan mijn dag beginnen. En moet ik gewoon opstaan en Here Comes the Sun opzetten. Van het album Abbey Road dus. Ongelooflijk, ongelooflijk nummer. En dan Because. Ook vet nummer. Al die nummers hebben zo de kwaliteit, man. Je hoeft die ene keer te horen en je zet mee. Die nummers zijn, dat zijn zo catchy tunes. De Beatles geven zo catchy poptunes. Maar met zo'n gelaagdheid in.
en zo'n orchestratie in, en zo'n een dynamiek in. Eigenlijk is dat wel echt, echt heel, heel speciaal. Dan zitten we bij het nummer You Never Gave Me, of You Never Gave Me Your Money. Maar dat, dan zitten we eigenlijk in een soort medley. Dus we hebben de nummers You Never Gave Me Your Money, Sun King, Mean Mr. Mustard, Politan Pam, She Came In Through, the Bathroom Window en Golden Slumber. Ja, dat is precies zo. Dat is precies een medley. Ik kan het niet uitleggen, die nummers lopen gelijk een medley in elkaar over allemaal. Heel, heel goed gedaan. En dat eindigt in Carry the, ja, dat loopt over in Carry That Weight. Carry That Weight is ook. Dat is het einde van de medley eigenlijk. Prachtig, prachtig nummer. Maar in die medley heb je dan ook zo terug stukken die terug van de A-kant van de plaat komen, die zo teruggeplaatst zijn in de B-kant van de plaat, maar echt op zo'n perfecte momenten dat dat gedaan is. Ongelooflijk. En Carry That Weight is, niet, ja, is het nummer juist voor het einde. The End is het einde. Maar ongelooflijk. Ik vind het echt een super album. Ik ben pas heel laat into the Beatles geraakt eigenlijk. Ik vond natuurlijk vroeger mijn 10 jaar te soft. Dat was wel zo. Dus ik ben de Beatles heb ik pas na mijn late tienerjaren eigenlijk echt into geraakt. Eigenlijk met het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar Abbey Road is toch wel zeker mijn favoriet. Dus mensen kennen de Beatles allemaal. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit filmpje kijkt en denkt, oh, de Beatles heb ik nog nooit gehoord, dan moet ik eens checken. Maar als je toch een introductie nodig hebt in de Beatles, Abbey Road, zou ik het zeker aanraden. Het is een prachtig, prachtig album. Alsjeblieft.